Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Plants vs. Zombies. Deze aflevering ben jij in de war, want je denkt, Rick, waarom de fuck ben je opeens in het minigame menu? Je hebt toch alle minigames gehaald? We hebben het hierover gehad, Rick. Je ging de survival levels doen, dan was je klaar met de serie, dan ging je Peggle afmaken en dan ging je Plants vs. Zombies 2 doen, Rick. Zo wil ik het hebben. Nou, kijker... Ik dacht het niet. Ik heb namelijk een super mega money hack manier gevonden. We gaan naar het level last stand en dan ga ik die zieke money maken. Die zieke money. Mensen vragen wel eens aan mij. Rick, hoe word ik zo succesvol en rijk zoals jij? En dan zeg ik nou, maak er maar een keer een video over. En vandaag is die dag. Doe alvast 10 duimpjes omhoog voor deze fantastische hack met alles ooit. En dit is Doritos Mountain Dew to the max, MLG. Wat je nodig hebt is marigolds. Magneet in je reet. Even kijken waar dat ding is. Magneet in je reet. Magneet in je reet. Ja. Gold magnets. Ook zeker te weten. Lily pads. Ja. Pompoenkoens heb je ook nodig. Rood nodig. Ja. Eigenlijk heb je nu al niks meer nodig. Eigenlijk houd je preppakketje hier al op. Maar neem voor de zekerheid ook een koffieboom mee. Weet je wel. Dan kunnen die shrooms nog wel eens van wakker worden. En eigenlijk is dat al wat je nodig hebt voor die maximale money. Bitches staan in de rij voor jouw geld. Minimaal, weet je. Maxi, dat is gewoon de naam van mijn zoontje die ik verwekt heb nadat ik al dit geld had. Oké, weet je wat? We doen nog dit, dit en dat ook. Ik heb gewoon blind geklikt, want dat maakt geen fuck uit voor deze magische strategie. Het leuke aan dit level is namelijk dat je een budget krijgt. Zeg, nou, je hebt 5000 zon. Bouw er de ultieme verdediging voor tegen 5 ronden zombies. Nou, de ultieme verdediging tegen 5 ronden zombies heb ik niet. Ik heb wel de ultieme money. Woehoe. Dus ja, dat is plan B. Als je geen verdediging kan kopen, smijt dan gewoon met geld en hoop dat de zombies gewoon wegblijven. Omdat ze te druk bezig zijn met andere stomme dingen. Geen geld hebben en dat soort dingen. Nou, je begint dus gewoon eerst met heel veel marigolds plaatsen. Volg je me, kijker? Kijk naar het scherm. Heel veel marigolds in het scherm. Niet ernaast. Niet ergens anders. Gewoon zo bam, zo op het scherm. Let er ook op dat je niet op die knop van start on slot druk. Dat je de level begint. Want dan gaat het helemaal mis. Dan heb je geen geld, helemaal niks. Oké, zo. Gewoon even een vraag tussendoor. Ziet het er sexy uit? Het beeldscherm, zo fantastisch. Boven zonnebloemen. En hier ook. En dan in het midden. Niet. Wauw. Wat goed. De beste Plants vs. Zombies video tot nu toe. Al zeg ik het zelf. Oké, dan bouwen we hier een heleboel lilypads. En weet je wat er op die lilypads komt, kijken? Weet je wat daarop komt? Nog meer van die bloemen. Prachtig. Of zoals de paus zou zeggen. Bedankt voor die bloemen. Ik zal het een keer uitleggen. Het zou best kunnen dat je deze referentie van de paus niet begrijpt. We volgen niet allemaal de paus op Twitter. Hij heeft trouwens Twitter, dat je het even weet. Jezus had geen Twitter. De paus wel. Ja, gewoon een dingetje. Zo, lekker zo neerzetten zo. Wat je vervolgens doet is, je zet één magneet neer. Zo, bam. Die slaapt. Normaal gesproken gebruik je dan een koffieboon erop. Je doet eerst gewoon upgraden naar een gold magnet. Bam. Is hij opeens wakker. Mega geniale hack. Blijkbaar bestaat er geen slapende gouden magneet. Dus is hij altijd wakker als je gewoon dit erop gebruikt. Waarschijnlijk een foutje in de game. Als je deze upgrade... Dan heb je geen koffieboon nodig. Is nog goedkoper ook. Heb je nodig eens geupgrade. Nou, doe hier laatste marigold. Eigenlijk wilde ik hem hier neerzetten. Klein foutje. De rest van je geld geef je uit aan condooms. Dat doe ik sowieso altijd met mijn spaargeld. Gewoon sparen. Condooms kopen. Waterblonden van maken. Kapot gooien. Shit, ik heb het verneukt. Belangrijk deel van mijn strategie is, geef deze gasten hier in het water geen condooms. Gewoon niet doen. Verder geen uitleg. Doe het gewoon niet. Zo. Zo. Dit is wat je wil. Dit is exact wat je wil, behalve dan dit. En dan heb je dus heel veel gezellige bloemetjes. Hier een hele lieve magneet. En een heleboel condooms op de voorgrond. Dan druk je op start on slot. Dat betekent dat zombies in je beeldscherm komen en je leven kapot willen maken. Dat is niet erg. Dat hoort erbij. Vervolgens gaan al deze marigolds geld genereren. Get money to the max. Vervolgens zal je magneet het grootste deel van het geld op gaan pakken. Als je lief bent zoals ik, kun je magneet een beetje helpen door handmatig te gaan klikken. En dit is hoe je money krijgt. Dit is hoe je die money krijgt. Je zal ook merken dat bitches meteen aangetrokken zullen worden tot mijn grote hoeveelheid geld. Ik heb $33,000. Ik noem het gewoon even op. Ik heb dit in een paar maanden Plants vs. Zombies verdiend. Reken dat maar eens op naar een jaar salaris, dames. Woehoe! Of mannen, als dat je ding is. Hè? Kan ook.
Dus dan pak je gewoon al het geld op. Gewoon lekker chillen. Beetje geld pakken. De zombies zullen ondertussen misschien proberen je hersenen op te eten. Daar moet je niet te veel op letten. Laat dat de pret zeker je weet. Laat het de pret niet bederven, oké? Ze staan hier allemaal wel een beetje. Dit zijn je haters. Alle rijke mensen hebben haters. Niet op letten. Haters zijn praters. Gewoon laten gaten. Het gaan er. Ze zijn kut, oké? Haters zijn kut. Niet op letten. Gewoon lekker geld oppakken. Yay, ik ben zo rijk. Cool dansje doen. Oh, rijk geld, meneer, dansje. Dat is ook erg belangrijk. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat een van de belangrijkste dingen van het rijk zijn is het rijke meneer geld dansje. Het is ongeveer zo. Het maakt niet echt uit hoe je het dansje doet. Als je maar in het dansje goed laat zien dat je bezit over ja, grote hoeveelheden valuta. Geld, poen, cash. Ze gaan nu alleen de magneet opeten, dat is jammer. En dan moet je het geld handmatig pakken. Het is een beetje zoals als ik nu op de straat zal lopen en een briefje van 100 vind. Dat ik denk van ja, is dat chill. Dan moet ik wel helemaal bukken en zo. Nou, dat heb ik jammer genoeg nog niet. Als mijn video nou gewoon 10 keer zoveel bekeken wordt, zijn al mijn video's. Ik zit nu op ongeveer 25.000 keer bekeken per dag. Als we daar nou 250.000 keer van maken, dan heb ik best veel geld. Dat zou echt cool zijn. Dankjewel alvast. Ik wil namelijk heel graag een bowlingbaan in mijn huis. Het enige probleem is dan, je moet een huis hebben zo groot dat er een bowlingbaan in past. En ten tweede moet je een bowlingbaan kopen. Een gemiddelde bowlingbaan kost 50.000 euro voor één baan. Dus ja, als jullie even gewoon heel vaak mijn video's kijken, dan bouw ik een bowlingbaan. Zijn jullie allemaal welkom, joh. Gaan we lekker bowlen. Lekker bowlen en bitches en whisky. Want zo zijn wij. Dit was een super geheime geldstrategie. Niet aan je vrienden vertellen. Behalve aan je vrienden die echt je vrienden zijn. Want dat zijn de vrienden. Wauw. Nu gaan we dus nadenken van wat willen we nou eigenlijk doen. We zitten pas op 7 minuten. En ik verkoop geen YouTube poep van 7 minuten. Ik maak 15 minuten plus quality content. Ik zat te denken, we kunnen gewoon een beetje verder met de puzzels. Mijn longest streak op de fasebreker is 2. Laten we die gewoon lekker gaan verbreken. Continue? Misschien zit ik al op een streak van 1. Ik ben zo slecht in deze minigame. Het is letterlijk om te huilen. Ik zou het liefst gewoon dagelijks gewoon huilen om hoe slecht ik hierin ben. En dat mag niet van de politie. Oké, even kijken hoor. Oeh, we hebben hier zo'n lampje. Die is helemaal interessant. Dan kun je lekker zien wat er in al die dingen zit. Hier zitten zonnetjes in. Hartstikke fijn. Hier zit een zombie in, daar zit een zombie in. Allemaal stomme zombies. Hoe noem je een zombie die heel stom is? Een stombie. Wauw, Rick, wat goed. Dankjewel. Ik denk dat deze plant deze gast wel dood kan maken. Ja, ik moet wel zeggen, dit is best een moeilijke game mode. Mensen onderschatten dit soms hoor, hoe moeilijk dit is. Ja, dan denken ze van wow, ziet er niet moeilijk uit. En dan zeg ik van ja, maar dat is het wel. Ja, je moet gewoon op heel veel dingen letten. Het gaat vooral vaak fout als je zo'n pot opent en zit in één keer zo'n gigantische zombie in. Zo'n gigarantular. Ja, die maakt alles kapot. Het is grappig, want het gaat over potten. Slash fase. Dus kapot, hè. Wat geintje. Oké, ik maak je wel gewoon dood met dit ding. De luie weg is de makkelijkste weg. Soms. Oké, dan. Even kijken wat er allemaal voor moois in zit natuurlijk. Oh shit, dit is niet handig, want deze rij zitten helemaal geen potjes meer op. Wat stom. Maakt niet uit. Deze man is dood. Chocoladereep. Dankjewel, Egbert. Douwe Egberts. Oh nee, explosies. Dat kan ik er niet bij hebben. Oh god. Deze gast. Oh wacht, ik heb hier nog een walnoot. Lekkere walnoot. Ja, het probleem is dus nu. Je denkt, oh het gaat goed met dit level. Het probleem is dat in een van deze fasen nog zo'n gigantische gast zit met een verkeersbord. Ja, dan niet echt dat je denkt van wauw, verkeersborden zijn eng. Maar dan slaat hij zo je planten mee kapot en zo. Dat is gewoon niet fijn. Ja, dat is gewoon niet tof. Misschien is dit hem wel. Nope. Misschien is dit hem wel. Het is hem! Kak! Had ik niet op gerekend. Maak hem dood. Sla hem. Dat doet best wel veel damage trouwens. Je ziet het momenteel niet in die scherm gebeuren, maar dat doet best veel damage. Ik open nu in één keer al die potten tegelijk. Dat is geen goed plan. Ik ben geen kenner, maar dit is echt geen goed plan. Wat ik nu momenteel doe, niet aan te raden. Wacht, bam. Maak ze allebei dood. Finish them. Het zou nog kunnen. Het is alleen de bovenste rij is niet heel sterk. Oké, het kan nog. Maak ze dood. Alsjeblieft, game. Maak deze gast dood. Deze gast moet echt super mega dood. Hij gaat super mega dood. Doei. Cool. Hier is er nog een zombie in. Het is gewoon chill. Hij gaat super langzaam, dus dat is echt geen probleem. En dan zit in deze andere pot nog een zombie. Maar dan ook echt zo'n trage. Dat je echt denkt van, nou, ik weet niet wat hij doet. Maar het gaat in ieder geval niet snel. Het scheelt wel weinig. Ik ga eerlijk zijn. Ik doe nou helemaal cool. Ik deed al cool vanaf het begin. Van wow, geld, geld, geld. Zo verdien je makkelijk geld. En nou, nu dit. Op internet zie je dat ook zo vaak over die advertenties. Deze vrouw verdient 10.000 euro per maand vanaf huis.
Wow! En dan is het een of andere site waar je aandelen moet kopen en verkopen op het juiste moment terwijl je in je kont genomen wordt. Je wordt niet letterlijk in je kont genomen terwijl je de aandelen koopt, maar die sites zijn heel slim. Ik denk dat je er oprecht geld mee kan verdienen. Maar je kan ook in je kont genomen worden, dus een beetje moeilijk. Die mensen van die site raden ze me aan, koop dit aandeel, hè? En verkoop, zeggen wanneer je ze moet kopen en wanneer je ze moet verkopen. Het slimme is, die mensen kopen zelf ook aandelen. Ze maken niet alleen die site. Dus wat ze zeg maar doen, stel er zitten 10.000 Nederlanders die ook echt op één zo'nzelfde site zitten. Als zij zeggen, ze kopen dus eerst zelf aandelen ergens van, dan gaat de prijs omhoog en dan zeggen ze, hey, koop ze allemaal. Dan kopen de rest ze dus ook, maar dan hebben zij ze eerder gekocht toen ze nog goedkoper waren. Vervolgens verkopen ze zelf die aandelen en dan pas zeggen ze verkopen en dan verkoopt in één keer iedereen ze van die site en dan keldert de prijs. Dus je winst is misschien of je maakt verlies of het is heel weinig winst. De echte winst ligt bij die gasten, maar die doen dezelfde move alleen voordat de rest het doet. Of ze kunnen nog sneakier zijn, zeggen verkopen en dan gaan we zelf gaan kopen als het heel goedkoop is. Ik weet niet. Oh nee, de grote man. Lieve grote man, je bent zo groot, man. Doe niet. Waarom doe je zo stom? Woe! Oh nee, hij gaat dat kleine ding gooien. Hij gooit het kleine mormel. Het is wel een schattig mormeltje. Ik maak hem even dood. Deze squashes werken super effectief op die grote mannen. Weet je dat ook weer? Oh, het kleintje. Ik heb net zijn familie gedood. Nou ja, zijn enige familie. Zou heel zielig zijn. Wauw. Oké. Ja, voor de rest. Het gaat nog goed. Ik leef nog. Dat is altijd een goed teken. Check gewoon even je schaal je hartslag. En als je denkt, nou, daar is er één. Dit is een authentieke hartslag. Gefeliciteerd. Je leeft nog. Wat zit hier voor moois in? Wauw, wat goed. Wat goed, man. Zo, hé. Wat mooi. Oké, doe ik hier nog even zo'n ding of zo? Weet ik het, joh. Hè? Niet te kritisch. Oeh, leuk. In potjes kijken. Nou. Ik ga hem even hier neerzetten. Even aan de kant, zombie. Ik wil een mooie lantaarn neerzetten. Heb je geen respect voor mooie lantaarns of zo? Perfect. Hier is een beetje zon in. Altijd goed. Ik kan nu zelfs explosieven kopen. In geval van extreme nood. Explosieven. Maak, eet hem niet op. Oeh, dat ging net goed. Oké dan. Nice. Deze rij is dus helemaal clear. Helemaal niks aan het handje daar. Hier zit misschien een zombie in. Ja. Wat goed voorspeld, Rick. Wauw, fantastisch. Misschien moet je gaan werken bij Astro TV. Misschien wel, kijker. Misschien ga ik dat wel doen. Misschien moet je gewoon je mond houden. Oh. Oké, dan openen we deze eventjes. Oh, wat gekke zombie. Wie had dat nou weer verwacht? Deze hele bovenste rij heeft trouwens echt weinig bewaking op zombiegebied. Dus plaats ik hier een landmijn. Nu is alles veilig. Het kan haast niet anders. Ik ga deze gast denk ik even zo doodmaken, want ik vertrouw het niet helemaal. Pats, boom, dood. Oké dan. Oh man, kom omhoog landmijn. Ik roep u op. Alsjeblieft, laat die landmijn werken. Oké, of niet. Kan ook, hè. Tak, oké. Ja, zo dan maar, denk ik. Die landmijn staat sowieso, dus hij gaat wel dood. Ik ben geen expert. Shit, ik moet wel deze rij nog halen. Oh ja, wacht, dat lukt ook wel zo. Oké. Ik open gewoon wat potjes tegelijk, joh. Gezelligheid. Hartstikke gezellig. Nu alleen nog hopen dat deze zombie doodgaat voordat hij hier is. Anders hebben wij uno problemo, zoals dat in Spanje zeggen. Alhoewel, in Spanje zeggen ze meestal, oeh, ik heb een keer een geld. Met een Italiaans accent. Om een of andere reden praten ze in Spanje erg vaak met Italiaanse accenten. Super ongemakkelijk ook als je ze na wil praten. Dat iedereen denkt, oh, Italiano. Nee, no, 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 si, si. Si, si. Reclametje in mijn video. Wauw. Streak van 2. Oh my god. Wat goed. Rick, wil je misschien, zeg maar, je kinderen in mijn baarmoeder stoppen? Want dit is gewoon betoverend goed. Dankjewel. Dat hoor ik wel vaker, maar nee. Maar nee, ik stop eventjes geen kinderen in baarmoeders. Want ik heb het druk met Plants vs. Zombies spelen. Zie je dat soms niet? Jemig. Wat ben jij met jezelf bezig, zeg? Wauw. Dus ja, dat je dat even weet. Oeh, die man met een gek helmpje op. Beste meneer, met het gekke helmpje op. Doe even normaal. Hier, boom, bad. Ik weet niet wat hierin zit, maar het gaat sowieso dood. Aha, interessant. Shit, zonde. Dit is gewoon zonde. Deze onderste rij gaat door zo'n groen balletje heen. Maar er is helemaal niemand op die onderste rij. Ofwel dan, kijker. Nee, Rick. Er is helemaal niemand. Oh, wat stom. Ja, hè. Vind ik ook. Namelijk. Maar die gast gaat nooit dood. Oh, shit. Ik heb even wat van deze dingen nodig. Plet hem. Oké, het is echt een beetje drukkig daar. Ik ben zelf ook best wel druk. Alleen soms is het gewoon even iets te druk, weet je wel. Dat wil je gewoon niet. Nou, nog dit doen. In geval van nood, maak iedereen dood, zeg ik altijd maar. Het werkte wel redelijk goed. Een gezellig hoopje as. Zo. Er is nog hoop, dames en heren. Er is nog hoop. Soms.
Een beetje onhandig dat deze hele rij nog geen planten heeft. Je weet wel, deze hele bovenste rij. Ja, je hebt deze boze gast. Of je daar nog zoveel aan hebt, is dan maar de vraag. Plet hem! Oh, shit. Oh, shit. Even hopen dat deze gast doodgaat voordat hij daar komt. Zou ook super fijn zijn. Ja, dat lukt me wel. Maak hem dood! Yes! Oké dan, er zit weer een zombie in. Wat gek. Maak hem maar dood, planten. Doe jullie ding. Het is echt ongelofelijk dat ik met een beetje geluk een streak haal van 3. Dit is betoverend. Ik ben zo slecht hierin. En dat lukt me gewoon een keer. De wereld haat me niet. Maximaal. De wereld haat me. Maar niet maximaal. En dat moet gevierd worden. En wat zit erin? Een plant. Wat leuk. Wat tof. Yay. Ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ja, weet je, we gaan wel verder. Weet je wat? YOLO. Waterpolo. We gaan lekker verder. Ik ben niet zo flauw. Ik ben best wel vaak een flauwe gast die zegt van nou, haha, 15 minuten, we gaan nu stoppen. Maar nee, we zitten nu in een combo. Meestal zijn mijn combo's niet lang. En als het wel een lange combo is, is ook leuk. Oh, er stelt nog een zombie eruit. Oh, ik kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Met je mooie glimlach om verliefd te zijn. Ik weet niet zeker of het nummer zo gaat. Ik moet meer K3 luisteren in mijn vrije tijd. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, toveren. Met mooie glimlach om verliefd te zijn. Bla bla bla, maak deze man maar dood, want dit gaat niet goed. Oké, ik moet trouwens even opletten dat deze gast het einde van het level niet haalt. Want een tip. Een toffe tip voor jezelf, Rick. Die gast moet even dood. Nee, shit, je moet die gast pakken. Je pakt niet de verkeerde te pakken, man. Shit. Ik weet niet of ik hier wel een plant op wil gebruiken. Hij is denk ik wel bijna dood. Oeh, een plant. Oh, wat leuk. Hij is dood. Netjes hoor. Goed gedaan, Rick. We zijn trots op je, man. Oké, ondertussen zijn er best wel veel zombies in mijn beeld. Beetje jammer altijd. Oh man, hij ontploft en dood een plant. Wat onbeskoft. Oh man, ik denk, nou even gaan een plantje inzetten hoor. Nope, 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 nope. Oké, open even dit ding. Alsjeblieft. Yes! Splakaal! Oké, dit gaat allemaal lukken. Deze mag allemaal dood. Je denkt, oh nee, 2 zombies. Gaat nooit lukken. Jawel. Bam, allebei onthoofd. Oké, onder is trouwens nog helemaal geen zombie. Ik ben geen expert, maar dat is gewoon niet handig. Zo dan maar. Heel veel dingen erop. Blah, squash, blah. Oké, cool. Wat zit hierin? Een plant. En wat zit hierin? Weer een plant. Oh, nog een keer de streak. Pauw, pauw, pauw. Lekker bezig hoor. Oké, er zit een plant erin. Daar zit ook een plant erin, wat goed. Echt, welke rij ik planten neerzet is soms zo willekeurig. Zou je alsjeblieft even niet die plant willen opeten? Daar hebben we een strikte regel voor, meneer. Oké, ik zet al zo'n ding in. Ik had het eigenlijk niet willen doen. Maar deze hele rij is wel bijna gefixt. Ik ben een fixer. Een nixer-fixer. Een netelvreter. Ik fix de game. Oké, daar zo'n ding neerzetten, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ha, echt. Mooi, man. Oké, ja. Hier zit nog trouwens gewoon een plant in. Is ook best handig. Zet ik hier neer. Sowieso dat hier opeens zo'n grote man in zit. Nope, toch niet. Ik had het fout. Je kan het niet altijd goed hebben. Dus had ik het fout. Oké, dan. Wat zit hierin? Huh, zombie. Wat tof. Hier zie je weinig in Plants vs. Zombies. Leuk, stel je eens voor een publiek. Nee, oké, ga maar dood. Yo, doei. Cool. Best wel veel van deze squashjes. Maar ze kunnen ook best wel helpen in moeilijke tijden. Heb je misschien problemen thuis? SMS. Squash aan. Of niet? Weet je, als je problemen thuis hebt, fix de problemen thuis. En ga geen gekke SMS-services bellen. Maar dat is gewoon mijn mening. Woe! Oh man. Oh ja, trouwens, deze rij heeft toch nog maar 1 zombie. Dus het maakt niet zo fluit wat er allemaal in zit. Shit. Fuck. Weet je wat? Dit. Weet je wat? Piemel in je gat. Misschien niet hygiënisch, maar het is wel gezellig. Shit. Ja, daar dan maar, denk ik. Maak hem niet dood! Yeah, hij is niet dood! Jop hem! Jop hem! Zo, daar iets neerzetten. Oeh, kijk eens aan. Oké dan. Oh, shit. Shit. Misschien heb je me in deze video ooit een keer shit horen zeggen. Dat ging per ongeluk. Ah, god. Gelukkig staat hier nog een walnoot. De reddende walnoot. Zorg ervoor dat onze streak 5 wordt. Wat ben ik goed. Ik ben ongeslagen. Ja, ik kan ook gewoon, zeg maar, de video nu afsluiten en zeggen, wauw, volgende video gaan we hiermee verder. Maar dan, we weten allemaal dat ik dan de volgende video doodga. En dan is het ook zo balen. Denken mensen helemaal, oh, zoveel zin in de volgende video, want hoe ver komt Rick met dit? Ja, niet ver, eigenlijk. Diep van binnen, niet ver. Oké, weet je wat, eerst deze gast eventjes zo, ben je doodmaken, zo, ja, ik kom gewoon niet ver. Ik kom niet al te ver. Weet je wat, ik doe het gewoon wel.
Ik ben wel echt bang dat de video straks wel 40 minuten is. Ik heb dingen te doen in mijn leven, oké? Volgende video, gewoon niet kijken, want dat wordt kut. Doe deze video wel een duimpje omhoog, want deze video, wauw, wat goed. Kwaliteit is geleverd. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Omdat het kan. En omdat de video leuk was, ook best wel belangrijk. Tot de volgende aflevering, waar ik hiermee verder ga. En ik ga proberen de trofee No Fungus Among Us te halen. En daarna gaan we gewoon verder met de survival ding geval. Tot de volgende aflevering. Doei!